Het Egon Toekomstjournaal van deze week straks met de A1. Nu eerst de C1 van Ajax. Ongeslagen nog in de competitie. 30 punten uit de eerste 10 wedstrijden. En een zeer indrukwekkend doelsaldo. 48-5. En de eerste kans is dus ook van de C1 in de wedstrijd tegen AFC C1. De kans voor Donjel Malen. Na een goede actie van Anderson Lopez. Ongeslagen dus de C1. Een buitengewoon sterk team. Met veel leuke spelers, zoals bijvoorbeeld Noah Lang die een paas zit op Che Nunnally. Nunnally die scoort en maakt de 1-0. Goed gedaan van de rechtsbuiten van de ploeg van Peter van der Veen, Che Nunnally. Het paasje was ook mooi van middenvelder Noah Lang. Dan de tweede helft. Als Ajax eigenlijk al vaker had moeten scoren. En hier weer een aanval opbouwt met Noah van Genen. Van Genen gaat door, de bal komt bij een andere invaller, Victor van der Linden. En zijn schot net naast het doel van Di Livio Linger, de doelman van AFC. Maar er is nog geen vuiltje aan de lucht geweest als AFC er hier vandoor gaat. Een beetje geluk heeft, in de 16 komt. Naar buiten wordt gedreven, de bal wordt voorgegeven en die bal wordt in het eigen doel gekopt door Noah van Genen. En zo is het zomaar gelijk. En dat is de C1 niet gewend dit seizoen. Thijs de Duits gepasseerd, dat gebeurt niet vaak. 5 keer tot nu toe in de eerste 10 wedstrijden. Als AFC er weer vandoor gaat hier. En weer een grote kans krijgt en weer scoort. En dus zelfs op voorsprong komt. Ongelooflijk. Het valt allemaal samen voor AFC. En er is pech en onoplettendheid achterin bij Ajax. 2-1 dus voor AFC in deze stadsderby. Altijd leuke wedstrijden. En ook nu was het een leuke wedstrijd. Ondanks dat de C1 voor het eerst dit seizoen gaat verliezen. Want hier wordt het namelijk ook nog 3-1. Quint Pieris en Ayrton Dol hebben de bal voor het intikken. Het is Dol die hem uiteindelijk maakt. De C1 verliest met 3-1 van AFC. En later op de dag speelde ook de A1 van Ajax thuis. Zij speelde op het hoofdveld tegen ADO Den Haag A1. Het werd een mooie wedstrijd voor de A1. Hier gaat ADO Den Haag met Valies. Op links, Valies kan terugleggen. Eerste schot van de wedstrijd. Gaat naast, maar is van ADO Den Haag. Jankovic met het schot. Kiesna. Naar El Ghazi. El Ghazi, voorzet, is goed. Vissers, kan die schieten? Vissers. Redding van de doelman, El Ghazi, heeft ruimte voor een schot. Net voorlangs. Ook de eerste kans voor Ajax in de 4e minuut. Ajax dat sterker is, het veldoverwicht heeft, maar het niet zo makkelijk heeft als vorige week. Terwijl hier Kiesna er vandoor is. Menig voor zich, Kiesna houdt hem binnen, knap, blijft op de been ook nog. En wint het duel van Hogeboom. Goed gedaan van Kiesna. Nu twee nieuwe tegenstanders voor zich. El Ghazi, ruimte voor het schot. El Ghazi. Nou, daar is weer een grote kans. Een prima actie van Kiesna, die goed op de been blijft. Deze zal niet in één keer gaan, vermoed ik. Kiesna, voorzet, goed aangesneden. De kopbal van El Ghazi, weer net naast de paal. Menig. El Ghazi. Keeper twijfelt. El Ghazi wordt dit 1-0 op de paal. Weer pech voor die rechtsbuiten. Anwar El Ghazi. Veel spelers voor het doel. Van de Bomen met de vrije trap. Kiesna verlengt en daar is het doelpunt. De felicitaties voor Ricardo Kiesna. Van de Bomen met het mooie paasje richting Becker. Wordt het 2-0. Becker, ja, 2-0. Weer een assist voor Branko van de Bomen. En Becker die de opengelaten korte hoek kiest. Jacobs passeert. Het is 2-0. 55 minuten op de klok. Van de Beek. Ruimte. Schiet. Van de Beek. Heerlijk schot van Donny van de Beek. Akolatse.
Wat een prachtig schot, maar wat ook een heerlijke redding van Jacobs. Becker trekt hem voor. Akkolatse in het zijnet. Terwijl hier het eindsignaal is. De A1 wint voor de zesde keer op rij een competitieduel. Nu wordt dus ADO Den Haag verslagen met 2-0. Dankzij doelpunten van Ricardo Kiesna. En een minuut of zeven later van Geraldo Becker.